KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Yes, dames en heren, jongens en meisjes, geachte kijkers van de E-divisie. Wat een lekker potje hebben we hier aan de aftrap. Hashtag de aftrap. Ho, Bassie Stent, onze enige echte Zwollenaar, wilde met PEC tegen Go Ahead Eagles. Van Mauro Stavastano, maar het woord El Clasico. Kijk mee, geniet mee naar deze twee verdettes. Is het weer strijders. Zou ik 4-2-2-2 doen? Tuurlijk. Gewoon, ik heb dat nooit gedaan, maar we gaan het gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen, man. Jij gaat met Barça, Bassie? Sowieso. Barça stand? Ik ga maar niet met Barça. Ik zeg gewoon zomaar sowieso. Ik ga met Real Madrid. Heel goed, jongen. Ik zat je even te testen of je scherp bent, maar... Blijkbaar niet. Nee. Madridistas. Kroos halen we eruit. Die kan ik beter verkopen. Hey, dat hoorde ik al van Rudy, dat jij tegen hem hebt gezegd... dat Real Kroos moet verkopen, want die bakt er over 2 jaar niks meer van. Nee. Ja, maar dat is altijd zo leuk als ik wat zeg, dat mensen het dan altijd zo graag willen verdraaien, weet je wel. Wat heb je dan gezegd? Ik heb gezegd dat het misschien handig zou zijn als Real Madrid over een paar wat oude Agarde weg doet. En ik ga hem wel even verder klikken, want die tijd is bijna om. Ja, je moet snel zijn, Mauro. Ik zal wel terug gaan nu. Twee keer rondje, ja. Oké, perfect. We spelen overigens op de Xbox. Oh nee! Ja, mag net. Maar dit is goed, denk ik. Of niet? Nee, dat doen we het zo meteen wel. Nee, dit is goed. Wat ik net zeg, ik vind... dat als je als Real Madrid zijnde door moet selecteren op dit moment. Ja, maar waarom moet Kroos dan weg? Ja. Ah, nee, toen zei ik daarbij... Toni Kroos bijvoorbeeld, zou ik over 2 jaar zou ik hem verkopen. Okay. Dat zou ik persoonlijk doen, maar goed. Misschien is het omdat ik niet zo fan ben van Toni Kroos, maar ja, het zou mij kunnen liggen. Toni, kijk eens, het handje. Mijn opstelling staat nog wel, die vind jij ook nog? Even kijken. Ik moet wel die instructies nog. En Mauro, heb je die Coutinho, heb je er al mee gespeeld? Ja. Ja? Ja, ja? Fijn? Ja. Zeker. Hij is niet mega snel, toch? Nee, maar wel behendig. Ja. Ja. Nee, speelt wel lekker. Oké, okay, top. Nieuwe voorhoede dus bij Barça. Ik ben echt benieuwd naar die opstelling. Bij mij staat hij goed. Ja, bij mij ook. Je speelt 4-2-2-2, Bassie. Ja. Okay. Ik zou zeggen dat dat een goede opstelling is, toch? Ja, is het ook. Maar ja, dat is meer voor de profs, denk ik. Nee, Bassie, jij kan dat. Dan kom ik aardig in de buurt. Jij kan dat, oké. Okay. Oh nee, toch niet. Oké, dan gaan we. Goed, Mauro Stavastano dus met Barça tegen het Real Madrid van Bassie Stent. Die Xbox had zo'n klikgeluid als je verandert. Ja, het wordt even wat anders, hè? Kijk eens even. Oh, aanvalspel, meteen overtreding. Geen kaartje. Ja, ik had dus van Jonna verloren en hij heeft Jonna ingemaakt, hoorde ik. Dus ja. Ja, het is alweer een tijdje geleden. Ja, ik hoor Bassie Stent alleen maar zichzelf aan het indekken. Ik ben me zeker aan het indekken. Je bent je aan het indekken. Nee, maar je bent bang. Maar ik ben ook gewoon niet bang. Je bent bang, kijk eens. Hop. Ik ben ook gewoon niet bang om dat ook toe te geven. En ik weet dat jij mij liever ziet verliezen, Koen. Omdat ik toevallig een weekje of 4 denk ik terug van je heb gewonnen. Ah, dat geeft niet. Gaat hij dit soort dingen zeggen? Ik ga er vertellen ook niet bij dat je een veel minder team had dan ik. Dat zeg ik allemaal. Dat ik dan met Daley Blind in de spits speelde. Oh, kijk, gaat hij dat weer? Daley Blind in de spits. Ik ben met een pot bezig. Hè? Ik zal je even focus spelen. Ik heb jouw keeper nog niet in beeld gezien, zeg maar, van de tegenstander. Jouw keeper? Mijn keeper is best vaak in beeld. Koen, ben je nou commentator of wat is nou de bedoeling? Nee, nu lijkt je Donnie wel. Hou jij nog maar bezig met spelen, jongen. Laat mij het commentaar maar geven. Kijk eens wat een kans weer. Barça draait op volle toeren. Gaat erom. Wat is die ploeg ontketend? Onder leiding van Stavastano. Italiaanse naam, heb ik dat goed begrepen? Ja, klopt. Ja? Ben je daar geboren of hier? Ik ben hier in Nederland geboren. Maar Italiaanse ouders? Mijn vader is Italiaans. Ah, oké. Okay. Je moeder Nederlands? Ja. Oké dan. Maar, Mauro Stavastano, hé. Oké. Goed, die Grandi. Kijk eens even. Je wordt gevoetbald hoor. Oh, de lat. Ik ga ingrijpen. Ja, er wordt ingegrepen. De formatie wordt nu al als slecht bestempeld. Ik ga de opstelling schuld geven. En dan krijg ik dadelijk 85 goals tegen. Kijk. Wat een begin was dit. Maar wat ga je wel spelen, Bassie? Ja, ga ik ook nog niet zeggen, denk ik. Nee? Nee. Oké. Okay. Nou, je hebt nog 40 seconden. Jouw kennende worden er alle 40 gebruikt. Dat slaat wel weer op. Nee, dat is zo'n langzame jongen. Hop. Ja, ik zie niks, dat is het vervelende. Ik zie jou. Je bent goed bezig. Tactiek wijziging. Kijk, we gaan verder. 25 seconden over, dus kijk. Je kent me goed. Nee, dat is mooi, want met die opmerking heb ik een klein beetje gas achter gezet. Heel fijn. Ik druk ze weer op starten, hoor. Top. Gek maken. Oké, dan gaan we. Ja, je moet misschien iets meer met spel bezig zijn. Is er weer één ding afspraak? Ik moet helemaal niks. Echt. Oei, oei, oei. Hier gaat Barça maar weer. Kijk eens, met die nieuwe man Coutinho. Moet ik wel even afleggen tegen Carvajal op kracht. Zo fysiek sterk is hij misschien niet, Coutinho. En is ook niet razendsnel, maar echt een lekkere technicus.
Echt een beetje een Messi, maar dan, ietsjes minder snel. En rechtsbenig. Hier is Rakitic. Goede combinatie. Suarez. Tikt het terug uit de punt. Jordi Alba staat hoog. Als linksback. Rakitic, Suarez. Wie kan eruit halen? Suarez met links. Goal. Hof. Ja, dit wordt een moeilijk potje, kan ik je vertellen. Ja? Ja, dit wordt een moeilijke. Goeie goal, zeg. Met links. Ja. Maar die man kan alles, hè? Prima goaltje. Fanatieke spelers altijd. Oh. Nou, dan zit ik hier maar. Basti, kom op, jongen. Ik moet zeggen, ik verlies niet vaak. Nee. Ja, ik moet je zeggen, ik best wel vaak. Ja? Ja. Maakt niet uit. We doen ons best, daar gaat het om. Mobassie. Kinderen thuis, als je kijkt, doe altijd je best. Ook al gaat het niet zo goed. Speel je dan met PEC of... Oeh. Ja, speel jij met Eagles dan? Oh nee, die zitten natuurlijk in de hyperlink. Nee. Bas, ik hoor je echt alleen maar praten. Ja, hallo, ik hoor wat hij zegt. Ja, misschien moet je iets meer gewoon proberen je spel te spelen, want... Nee, je speelt je echt spel niet, vriend. Zo wordt het hem echt niet. Ik ga niet voor jou liegen, broer. Oh, jij kan beter. Kijk eens, Suarez, goede redding naar Vas. Ja, ik word helemaal weggetikt, kan ik je vertellen. Houdt Van Velsen hier in de wedstrijd? Daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Hoekschop met Messi. Richting de 11. Maar ja, zolang het 1-0 is... Ja, maar dit is toch ook wel weer een dingetje. Doe dan gewoon rustig. Ja, er is wat wel ruimte nu, in de counter. Bilbal kwijt. Nee, volgens nog heeft Mauro Savastano het allemaal stevig in handen. De touwtjes. Oeh. Jongens. Tikkie game gewoon. Messi. Rustig richting de achterlijn, zeg. Heel rustig. Dit is een goede bal. 3 van Real tegen 4 van Barca. Hij zit buitenspel of net niet? Tuurlijk niet. Modric, geen buitenspel. En dan kan het zomaar 1-1 zijn. En dat bedoel ik... Schijf! Tuurlijk! Nee, joh. Oh. Tuurlijk, Benna. Tuurlijk wel. Omtiti met de overtreding. Ongelukkig. Ja. Nee, goh, kijk, actie naar binnen. Bam, hier, kijk. Wat het is gewoon duidelijk penalty. Hij raakt de bal wel. Ja, maar kom op, hé. Dan gaan we. Dit is het moment. De controller naar de zijkant. Wantrouwig als die is. Assistent. Dit is Dit is een wereldpanel. Arrogant. Dit had ik echt niet verwacht. Wel goed dat mensen me snel kennen al, hè. Dat is mooi, hè. Oh. Ja, gaan en we dus blijft het 1-0. Oh. Nee, kan gebeuren, Bas. Kijk, dat is een loterij, hè. Kijk eens, er komt de volgende kans al aan. De nieuwe formatie. Oh, kerel. Gerrit. Misschien dat je dat stoten niet moeten doen. Dat... Ja, nee, ik had het maar. Ik wist al dat het op het moment zelf dat dat te laat was. Ja. Maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Want stel dat het dan wel helemaal goed gaat, dan had hij het niet geweten. Als ik het wel had gezegd, dan wist hij het sowieso al. Leg eens uit. Nee. Oké. Opbouw weer van Savastano. Linksback dus van Go Ahead Eagles op dit moment. Nog onder contract bij Ajax. Hele jeugd doorlopen. Wil je alles weten, kijk zeker ook eventjes de Studio E-Divisie aflevering terug. Scheids. Op het YouTube-kanaal van E-Divisie. Laatste gedeelte van de eerste helft heeft Bas hier niet zoveel meer weggegeven. 2 mogelijkheden dus. Het kan gewoon nog in die tweede helft. Zeker omdat er wat kansen laten liggen. Lag open, hè? Huh? Lag helemaal open. Oh. Ik zie wel ik meer balbezit. Oh nee, toch niet? Lijkt zo. 37% balbezit is toch prima? Nou ja, op twee kansjes na... Ik denk wel de betere. Steady. Ja. Gaan winnen. Als ik geen kansje weggeef en ze zelf maakt, dan moet het goed komen. Ja, ik ga nog heel even aankijken, anders ga ik van opstelling nog weer veranderen. Alweer? Dat is goed. Ja. Dan gaan we volle bak gewoon. Maar het is nu nog redelijk oké. Ja. Moet ik natuurlijk niet te hard schreeuwen. Hop, Marcelo is weg. Nee, hij komt weer terug. Van een beest, hè? Ja. Maar Messi. Kijk, zie jij, voel die hete adem. Goed verdedigd. Ja. Die Marcelo. Marcello. Is het Marcello of Marcelo? Wat jij wil. Wat jij wil, jongen. Je bent goed bezig. Dat is echt zo'n opmerking in diezelfde trant van... Maakt niet uit, jongen. Het is allemaal goed, jongen. Wat jij wil. Je bent goed bezig. Ja. Op. Modric weer met... weer met Umtiti, maar dit was Semedo. Dezelfde beweging. Die kijk, zullen we een knuckleball gooien of niet? Wat ga je doen? Knuckleball. Let op. Ops. Kijk, zag je hem? In een muurtje wel. Komt toch wel jammer, maar... Ronaldo. Vangbal van Ter Stegen, die de voorkeur krijgt. Ook onder leiding van Savastano boven Jasper Cillessen. Ja, maar ja. Dat lijkt me niet gek, toch? Nee, dat zei ik er ook niet bij. Hier is Asensio. Modric, Kroos.
De man waarin, ja, Bassi het niet zo ziet zitten, scoort. Toni Kroos. Ik zou hem verkopen, man. Eerlijk. Fout wordt afgestraft, hè? Ja, ja, dat is gewoon een hele vieze, eerlijk waar. Maar ja, je moet het toch scoren. Ja, nee, kan hem moeilijk proberen te missen, weet je. Nee, ja, als je de kans krijgt, moet je maken, uiteraard. Voetbal is ook een spel van fouten, hè? Zeker. Ja, gooit eens even een paar open deuren, trapt hij ze even lekker in. Ja, je moet wat als commentator, Bassi. Ja, nee, nee, eens. Kijken wie de volgende grote fout maakt. We doen ook. Het is 1-1. Na een heel sterk begin van Mauro. Nu een wat betere fase van Bassi toch wel gezien. Einde eerste helft, begin tweede helft. Lijkt hij er wel wat lekkerder in te komen. Wat schoten gezien. Maar dit is weer een heel nauwkeurig spel van Mauro tot in de 16. Maar daar is Ramos er op tijd bij. En dan is het tijd voor Bassi om een beetje te gekloten. Overtreding, denk ik. Ja. Als ik een vrije trap moet hebben, weet ik wat ik moet doen. Op deze plek hebben we helemaal niks aan, hè, zo'n vrije trap. Nee. Irritant. Ja, oké, let op. Zal ik hieruit scoren of niet? Ja, ga je hieruit scoren? Ja, als je dat wil. Asensio. Het is goed spel, het is goed spel. Oh, en dan staat hij? De ruimte bijna. Zag je dat? Hij switchte van spelen, terwijl hij de bal gewoon had. Hmm. Heel apart. Oeh. Toch slordig balverlies daar van Barça. En dan moet Mauro nu toch uit gaan kijken dat de wedstrijd niet kan tot helemaal in het voordeel van Bassi. Wie hebben ze daar nog op de bank bij Barça? Dembele? Staat hij niet erin? Ja, Dembele inderdaad. Nee. Slordig. Nu een belangrijke overname misschien. Iniesta. Rakitic op links, ruimte voor Alba. Coutinho vraagt hem diep, krijgt hem daar ook aan de linkerkant. Haalt hem terug, Suárez. Coutinho komt er weer bij. Oi. Wat een verhaal is dat van Suárez en Coutinho. Suárez met zijn tweede. Oeh, net over zich. Goed moment. Hoekschop ja, zelf, nog bal geraakt. Nog aangeraakt. We weten wat we doen. Zo, fucka. Halve meter voor je uitspelen, kan gewoon. Maar niet eens voor je uit. Gewoon terug. Messi naar binnen. Als hij nog even wat tips geven. Met verdedigen. Nog altijd balbezit van Mauro. Komt er een kans om te schieten? Alba, nog één keer door. Suárez met Varane. En Bassi heeft het nu al een tijdje goed onder controle. Maar dan wel een fout in de opbouw. Daar is dus die volgende fout. Levert het een doelpunt op voor Mauro? Nee, dat nog niet. En dan gaan we intussen al richting de 80ste minuut. In een wedstrijd die dus toch heel spannend is geworden. Waar Bassi in het begin nog dacht dat het echt heel moeilijk ging worden. Nou, het is nog steeds niet zeg maar heel makkelijk, hoor. Nee, maar goed. Je bent wel terug in de wedstrijd. He's still live in the game. Goed verdedigd hier. Romaro wacht Bassi rond eigen 16 op. Kijk, Jordi Alba. Dit kan het moment zijn om te schakelen. Veel man van Bassi nog wel achter de bal ook. Coutinho, zo, splijt in de paas. Maar Marcelo is ook snel. Overtreding. Tuurlijk, het was professionele overtreding. 6 minuutjes nog. En Messi met de kans komt een beetje uit voor zijn rechterbeen. En dan... Nu gaan we toeslaan. Gelijkspel. Voel kunnen we nog door? Of nee, het dan gaan we gewoon opnieuw even. Gelijkspel is ik doe gelijkspel. Niet daar gelijk spelen. Oké, okay, dus dit zijn echt de laatste minuten. Nee. De laatste stuiptrekkingen. Bas, ik ga jullie nog een kwartier nog een wedstrijd staan verslaan. Als je wil winnen, moet je nu scoren. Goal en goal. Nou, je moet eerst maar zorgen dat het gelijk wordt, überhaupt. Rakitic, Iniesta, Rakitic, geen overtreding. Ja, als je wil winnen, moet je gewoon nu scoren, Bassi. 3 minuten blessuretijd. Dan is er dus ook nog tijd voor Mauro om nu nog aan een aanval te bouwen. Luka Modric, man. Oeh. Beide komen ze voorlopig nog niet tot een kans in die laatste minuten. Blessuretijd. Bill. Modric. Marcelo. Oh, dat is nu wel een hele lekkere beweging. En dan komt er nog een hele grote kans voor Bassi. Oh, redding te steken, dubbele redding. En dan overleeft Mauro hier even. Oh. Goeie pot. Goeie mooie pot. Wedstrijd. Zeker. Goeie pot, ja. Gelijk spelletje, ja. Mauro, het leek echt op een hele... Ik dacht hele dat ik mezelf erin zou slepen, maar... Je moet mentaal sterk blijven. Kids ook thuis. Altijd je best blijven doen. Lach aan de opstellingen. Ja, opstellen. Die opstellen, kijk, tactisch moet je dat kunnen zien. Dat is belangrijk. Ja? Okay, ja. Wat heb je veranderd tactisch dan? Ja, de opstelling. Ja? Maar waarom dus de invulling... Van de posities. Kijk, natuurlijk moet je het iets compacter maken, waardoor je meer druk kan zetten. Goed, ik wil je bedanken voor het kijken. Doe even de outro.
Top. Ja. Nee, ja, ik zat naar je te luisteren, nee, maar ja, ik vond het een beetje... Ik hoef jou dat dan niet uit te leggen, Koen. Kom op, man. Wel verdiend, toch zo? Ja, het was een mooi spannend gelijkspelletje. Ja, in het begin had ik het moeilijk. Eindfase, kijk, ik had die laatste nog kunnen prikken. Maar ja, als gelijkspel is terecht. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Marlo, ontzettend bedankt dat je er was. Ja, jullie ook bedankt. Bassie, jou ook bedankt. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet eventjes dit videootje te liken en je te abonneren op het kanaal van de Eredivisie. Thanks, adios, ciao. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de Eredivisie.